Het begon allemaal in Namibië. Ik was voor de tweede keer in Afrika en weer werd ik verliefd op het waanzinnige licht. Ik maakte zoveel toffe dingen mee dat ik dacht, dit wil ik thuis vertellen. Dus ik probeerde alles wat ik meemaakte zo goed mogelijk vast te leggen op beeld. Bijvoorbeeld die kinderen die lekker aan het spelen waren met zonsondergang. Of een Himba-vrouw die haar kindje de borst gaf. Ja, daar begon echt mijn passie voor fotografie. Nu besef ik dus dat fotografie echt voor mij een manier is om een verhaal te kunnen vertellen. En het kan dus echt elk verhaal zijn. Van een reis die ik heb meegemaakt tot het hele speciale verhaal van een bruiloft. Het verhaal vastleggen zorgt voor een waardevolle herinnering. Die ervoor zorgt dat je weer teruggaat naar het moment dat je de foto bekijkt. Ik wil echt jouw unieke verhaal vastleggen. Van het moment dat jouw zoontje een kevertje uit het zand haalt en trots laat zien van kijk mama wat ik hier heb. Of juist jouw oma die vol liefde naar je kijkt op je bruiloft. Allemaal momenten die je wilt koesteren. Ik hou echt van pure foto's waar liefde en plezier vanaf straalt. Zoals jullie opgaan in het moment, precies zoals jullie zijn, zo wil ik jullie vastleggen. Puur, intiem, met het mooiste licht. Voor nu, voor later, voor altijd.